Ik ben Jan van der Slik en ik werk bij Van Nieperen en Oude Tongen. Mijn werkgebied is Schorie-Overflakke. En we staan hier op het demoveld, proefveld van Nieperen en Oude Tongen, waarof dat we 8, 9 hectare aan akkerbouwgrond ter beschikking hebben om daar proeven neer te leggen. En we doen dat jaarlijks en we staan op dit moment in de suikerbieten, waarof dat we een rassendemo in hebben liggen van 21 verschillende rassen van de verschillende zaadleveranciers die in Nederland actief zijn. Het is ook de bedoeling dat we hier komende zomer een fungicide demo in gaan spuiten met de verschillende toegelaten producten, maar ook met nieuwe producten die in de toekomst nieuw op de markt gaan komen. Fungicide in suikerbieten is de laatste jaren heel erg belangrijk aan het worden, omdat bepaalde bladschimmels sommige jaren heel erg heftig om zich heen kunnen pakken. En we zien door de wet en regelgeving in Nederland dat bepaalde producten fungiciden gewoon niet toegelaten worden of verdwijnen. Dus het is van cruciaal belang dat we de komende jaren gaan zoeken naar nieuwe fungicides, waarof dat we een werking van zien en waarof dat we dus ook moeten bewijzen dat het dus ook gewoon gaat werken.